buiklanding van een VN-vliegtuig in het Australische Darwin. Het landingsgestel van het Hercules-toestel weigerde uit te klappen, zodat een noodlanding noodzakelijk was. De achterkant van het vliegtuig vloog in brand, maar geen van de inzittenden raakte gewond. Door het incident moest het vliegtuig met aan boord Kofi Annan wachten met landen. De secretaris-generaal van de VN maakt een rondreis door Australië.